Het is woensdag, u kijkt naar uw stad, u in de wijk Kanaleiland. Wat zit er voor u in de uitzending? We zijn bij de Food for Good tuin, want daar is een nieuw project gestart dat je van brood energie kan maken. En verder gaat mijn collega Arthur naar het Huis van Vrede, want zij moeten verhuizen. Maar waar naartoe? En Naomi gaat straat op, want zij wil weten als de jongeren zich verbonden voelen met de wijk. Heel veel kijkplezier. We zijn hier bij het Huis van Vrede aan de Troemanlaan. Er zijn veranderingen op til, met name wat betreft het gebouw. Vandaar dat we hier zijn. Maar eerst even een samenvatting. Wat is het Huis van Vrede? Huis van Vrede is een buurtcentrum en een kerk die op Kanaleiland goede dingen wil doen. We zijn open op dinsdag, woensdag en donderdag. We hebben huiswerkklassen, Nederlandse lessen. We hebben een cateringbedrijfje, we hebben een naaiatelier, allemaal verschillende dingen. En mensen kunnen gewoon binnenkomen met hun om een kopje koffie te drinken of als ze vragen hebben, administratieve hulp zoeken. Dat is Huis van Vrede. En op zondag hebben we kerkdiensten en een ontbijt. Wat is jullie doel als kerk? Wat willen jullie als het ware doen? We willen Jezus, de vrede van Jezus aan mensen brengen. Jullie willen vrede stichten? Vrede stichten. Dat doen jullie ook met buurtactiviteiten? Allebei, buurtactiviteiten en kerk. Er zijn veranderingen op til, Henk. Ik heb begrepen dat het pand aan de Troemanlaan, er gaan veranderingen in dat pand komen. Wat zijn de veranderingen? Nou, het idee is dat de Turkse moskee, die wil graag dit pand kopen van de gemeente Utrecht. Dit pand is van de gemeente Utrecht, dat was vroeger een biep. En de moskee gaat dit pand kopen en dan gaan wij de moskee kopen. Dit is echt de integratie van zowel jullie kerk als de moskee in de wijk. Ik denk dat het leuk is. Ik denk dat het waarschijnlijk de eerste keer in Nederland is dat een kerk een moskee gaat kopen. Het is vaker dat moskeeën kerken kopen. En het is leuk dat we volwassen genoeg zijn om hier gewoon over te praten en het te doen zonder dat er te veel emotie aan de bakstenen vastzit. Heb je een tijdframe of een deadline waarvan je denkt van nu moet het voor elkaar zijn? Nou, wij hopen dat het deze lente gaat gebeuren, dat we kunnen ruilen van gebouw. En daar streven we naar. We zijn aan het fondsen werven, we hebben natuurlijk geld nodig om het te kunnen kopen. We zijn een jonge christelijke gemeenschap. Dus we hebben niet ergens een bankrekening met heel veel geld. Dus we zijn nu een €250.000 aan het ophalen. We hebben de laatste 3 weken €30.000 gekregen, gewoon van mensen uit de buurt. Dat is niet weinig, maar jullie hebben dan werkelijk wel draagvlak hier. Ja, op zondag komen hier denk ik 100, 150 mensen. En die zijn heel erg gecommitteerd. Dus die willen ook met raad en daad bijstaan wat we aan het doen zijn. Henk, ik zie je met een spits in de hand. Zit daar een verhaal achter? Of hoort daar een verhaal bij? Nou, we gaan natuurlijk, hopen we binnenkort van gebouw te veranderen. Maar een tijdje geleden waren we ook in die situatie dat wij bijna dakloos waren. Toen waren we hier op de Van Kleffenslaan. En toen dachten we, wat gaan we nou doen? En toen hebben we deze in Roemenië laten maken. Dit komt van een Roemeense kerk. Van de bovenkant van de Roemeense kerk is dit. En wij dachten, nou, we kunnen zelf niet een gebouw regelen. Het wordt natuurlijk heel moeilijk om de moskee te kopen. Maar we geloven in God en we hebben het allerbovenste stukje van het gebouw hebben we al. En dan verwachten we de rest gewoon van boven van God. Daarom hebben we een spits. Je bedoelt, jij koopt de spits en God doet de rest. God doet de rest. God krijgt het voor de rest wel voor elkaar. Vind je dat gebed als het ware verhoord is? Ja, we zijn hier heel blij. En we wisten 3 weken van tevoren niet waar we zouden zijn. En nu zitten we in dit fantastische gebouw. En zo zal het met het volgende gebouw ook wel gaan. God die geeft de mogelijkheden op de tijd dat God het wil. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Naomi en ik ben hier vandaag namens u in de wijk in het prachtige Kanaleiland. We staan voor het winkelcentrum en we gaan de mensen eigenlijk vragen wat vinden ze van hun buurt, wat voor cijfer geven ze aan Kanaleiland en hoe zijn hun buren eigenlijk.
Zou je voor mij Kanaleiland in een woord of twee woorden kunnen omschrijven wat jij denkt? Gezellig. Gezellig. En hoezo vind je het zo gezellig hier? Je hebt veel leeftijdsgenoten in Kanaleiland of? Ja, ik heb meer vrienden hier. Het is een rustige buurt. Ik vind het toch een soort akelige buurt. Serieus. Ja? En hoezo vind je dat dan? 9 van de 10 keer als ik in Kanaleiland ben, dan word ik sowieso raar aangekeken. Maar dat komt door die straatjes daar zo. Zou je voor mij Kanaleiland kunnen omschrijven in 1 of meer woorden? Wow. ik denk multicultureel. En voor mij, ja, ik vind dat heel leuk. Ja? En wat vind je daar zo leuk aan? Nou, ik kom uit een dorp en daar heb je heel vaak 1 cultuur. En hier is het van alles wat. Dus ik hou er wel van. Dus stel je voor, je hebt Kanaleiland 1 dag voor het zeggen. Je bent 1 dag de baas van je eigen wijk. Wat zou je dan allemaal gaan organiseren? Dan zou ik allemaal posters ophangen. Allemaal gezellige lichtjes. Ja, leuke barbecue. Lijkt me een goed idee. Zodat er eigenlijk meer samenhorigheid komt in de wijk. Ja, lijkt me op zich wel leuker, ja. Als jij iets aan je buurt zou willen veranderen aan Kanaleiland, wat zou jij dan doen als je het 1 dag voor het zeggen had? Meer speelplek voor jongeren, meer rustplekken. Dus waar we gewoon ongestoord kunnen chillen, kunnen hangen zonder dat politie komt of dat mensen gaan zeuren of zo. Ja. En hoe is het contact met je buren eigenlijk? Wat voor mensen zijn je buren? Nou, ze zijn hele goede buren. Ja. Ja, en dat vind je ook gewoon fijn dat je goed contact hebt met je buren, dat je daarop kan terugvallen? Ja. En als ik je nou zeg van oké, we gaan vandaag Kanaleiland echt beoordelen van deze plek blijft of deze plek blijft niet. Wat voor cijfer zou je dan geven? Sowieso blijven. Dus dan is het een positief cijfer. Voldoende, 7,5. 7,5? En waarvoor die 7,5? Waarvoor net die 8? Omdat het kan altijd beter. Kijk, hier zijn ze bezig. Dus dat zijn, als dat verbeterd is, ben je al sneller. Gewoon, dus, en ook gewoon misschien meer dingen voor jongeren of zo? Ja, dat denk ik wel. Wat voor cijfer zou jij geven aan Kanaleiland op dit moment? Dan ga ik het wel vanzelf vergelijken ook met mijn eigen stadje. En dat is natuurlijk perfect uitstaan. Een 5,5. Wat voor cijfer zou jij op dit moment aan Kanaleiland geven? 6,5. En waarom een 6,5? Omdat het best wel... Ik denk dat het best wel onveilig is. Zelf merk ik het niet super erg. Maar er is vooral best wel een slecht imago. Wat ik wel onterecht vind. Dus is ook weer een boodschap eigenlijk aan de gemeente dat het slechte beeld van Kanaleiland gewoon moet verdwijnen en dat er gewoon meer positieve vibe over Kanaleiland in het nieuws moet komen. Ja, ook gewoon aan de media. Ja. En wat voor cijfer geef je voor vandaag aan Kanaleiland over het algemeen? Ik denk een 7. Ja. En wat zou de gemeente Utrecht nog moeten doen om het voor jou naar de 8 te kunnen krijgen? Inderdaad gewoon wat meer opknappen, wat meer groen, wat meer, wat meer gezelligheid. Een 8. Een 8? En hoezo geef je een 8? Want dat is een ruime voldoende. Ja, ik vind deze buurt echt een goede buurt. Heel rustig. Heb je nog een boodschap voor de pure Kanaleilanders? Ja, toch wees jezelf en denk aan anderen. Juist, dat is een mooie boodschap. Dankjewel. Graag gedaan. Brood. We vinden het natuurlijk allemaal heerlijk, maar helaas wordt er ook heel veel brood verspild. En weten mensen niet wat ze met hun oude brood moeten doen. Gelukkig is er nu een heel mooi initiatief waar ik nu ben. En dat heet Brood is Energie. Ik ga eventjes kijken wat ze hier eigenlijk doen met het brood en hoe het een nieuw leven krijgt. Nou Jan, hoe lang bestaat dit initiatief al? Hier, dat we hier bezig zijn op de tuin van Food for Good is een jaar. We hebben nu eindelijk zover dat die goed opgestart is. Dus we kunnen hier nu gaan koken. Het initiatief zelf is al eerder begonnen. We zijn begonnen in Zuilen.
daar was al een idee om het brood het brood in te zamelen wat in de plantsoenen terecht kwam. Daar kwam het nog niet helemaal van de grond. We konden daar geen goede plek vinden om een vergister kwijt te kunnen. Gelukkig de partners van Food for Good en Stichting De Wending die vonden het ook wel een plek om iets te beginnen. Dus sinds een jaar staat hij hier. Wat ben je hier aan het doen? Brood in kleine stukjes aan het maken voor de broodvergister. En dat wordt wordt het in die grote vat gedaan. Wat wordt het uiteindelijk dan? Nou, op biogas kunnen we de keten die hierachter staat verwarmen. Er is een kachel op aangesloten en we kunnen erop koken. Dus met de groentes die hier in de tuin verbouwd worden, worden dan verwerkt. En bijvoorbeeld tot soep of dan kunnen we natuurlijk van alles lekker op klaarmaken. We hebben natuurlijk het inzamelen van het brood wat we hier uit de wijk doen. En hoe doen jullie dat? Het is heel fijn als buurtbewoners die oud brood op straat zien liggen, inzamelen en in de gele kliko's gooien. Want wat komen wij ophalen? En er staan ook kliko's op vaste plekken bij de moskee. Hier tegenover staat een kliko, op Eilandsteden staat een gele kliko. En dan wordt dat vervolgens hier verwerkt. Dus iedereen kan bijdragen aan dit project? Ja, heel graag. Dus als er mensen zijn die denken dit lijkt me heel erg leuk, ook om gewoon een steentje bij te dragen aan een gezonde en schone buurt en het leuk vinden om te zien wat er vervolgens met het gas gebeurt, ja, die zijn van harte welkom. Ja. Nou, ik zie hier een enorme unit staan. Wat doet dit precies? Wat het precies doet? Nou, waar wij werk aan hebben is het brood ophalen in de wijk. Wat je net al, wat Vincent ook al aan het doen was. Het brood in kleine stukken maken, dat doen we ook nog zelf. En dat, daar is een groot vat voor waar het brood met water gemengd wordt. Dat is wat we zelf doen. De rest wordt automatisch gepompt naar het grote vat hier. Daar zitten bacteriën in. En die bacteriën zetten dan die broodpap weer om in gas. En dat wordt hier, daarachter in een grote zak opgevangen. En onder druk kan dat weer naar het tuinhuis. Het zou mooi zijn ook als culturen die hier in de wijk wonen ook hun eigen recepten hier gaan maken en ons te laten proeven. Dat zou wel mooi zijn. Ja. Nou, uw hulp is dus brood nodig. Meld je zo spoedig mogelijk aan, zou ik zeggen. Heel graag. Dat zou heel mooi zijn. Nou, de uitzending zit er alweer op. Ik hoop dat u heeft genoten. En heeft u nog tips of informatie, kunt u ons mailen op kanaleneiland@uindewijk.nl. En ja, die leuke filmpjes vindt u terug op www.uindewijk.nl. Fijne avond.